Omdat, want ik voelde wel erbij hangen dat dit niet algemeen verboden zou zijn. Wat mijn fractie betreurt. Dus ik beraad me nog wel over het een of het ander. Want de vlag van een terroristische organisatie, dan nog naar de context gaan kijken, dat vind ik wel heel ver gaan. Dus daar beraad ik me even over. Maar dan was dat wel een bruggetje naar het verheerlijken van terrorisme. Want mijn fractie vindt dus, als je met zo'n vlag wappert, doe je dat. Maar je kan het ook in andere vormen doen. En in dat kader had ik die vraag nog. Die komt straks, en er ligt inderdaad ook een initiatiefnota van het CDA. Die is er ook nog ergens in de lijn op een plank ergens. Maar ik kom daar straks op als het mag. Want hier moet ik hem vinden om precies de stand van zaken daarvan te kunnen zeggen. En ik geef ook richting mevrouw Helder mee. Dat is, aan de ene kant heb je het parlement en het kabinet dat daar ook uitspraken kan doen over specifieke vlaggen en het handelen daarnaar. Maar uiteindelijk zal de rechter het altijd wegen. De rechter en het Openbaar Ministerie daarmee in het verlengde zal altijd in de context doen. En dat zijn natuurlijk ook gesprekken die ik afgelopen maanden heb gevoerd. Omdat ik zelf ook wil weten, wat kunnen we nou wel of niet en waar zit er nog ruimte voor de politiek? En ik denk dat die in die zin beperkt is. Maar de praktijk zal het wel weer moeten uitwijzen. De heer Van Dijk zei, hoe kijkt de minister aan tegen een visumverbod van leden van aanhangers van Hamas? Moet mevrouw Helder al weg? Ik heb nog even volgens mij, hè? Dus ik praat zo snel mogelijk dat ik bij haar vraag zo ook ben. Ah, excuus. Ik dacht dat we tot kwart voor hadden met mevrouw Helder. Dan zie ik graag terug wat ze nog vindt van wat ik er zo meteen op antwoord over verheerlijken. Maar dan ga ik verwijzen naar het voorstel van het CDA. Verduidelijking, misschien toen dat initiatiefwetsvoorstel werd ingediend, was het van het CDA. Dus ik weet niet of we nou dadelijk over hetzelfde hebben of over een ander. Want 2016 was het van het CDA, een stand van zaken kan ik aangeven. De antwoorden moeten van de initiatiefnemer nog worden gegeven. Omdat de reactie van de Raad van State dusdanig was, is daar blijkbaar van afgezien. Dus de initiatiefnemer zou nog moeten antwoorden. Nee, het is Keizer. Het hangt een beetje vanaf welk voorstel, welk CDA, welke indiener. Maar... Wij doen veel voorstellen, voorzitter. Ja. Maar nee, ik stel voor dat we even doorgaan met... Het is dezelfde, ja. Nee, maar dan weet ik de stand van zaken wel en dan verlaat ik nu het debat. Ja, oké. Dan hebben wij elkaar begrepen en dan ga ik daarna zien wat voor staartje het krijgt. Maar dan hebben wij elkaar begrepen. Dank u wel.